Pakketjes die van buiten de stad in kleine elektrische auto's naar het centrum van Leiden gaan. Hier en daar gebeurt het al, maar nog niet op grote schaal. LogiConnect uit Zoeterwoude is er vorig jaar mee begonnen. Is het de toekomst? Elektrisch denk ja. Ik denk dat voor de steden elektriciteit, waterstof de toekomst is. Zo denkt de gemeente Leiden er ook over, want met dit soort vervuilende vrachtauto's worden de klimaatdoelstellingen niet gehaald. De doelstelling van de gemeente is dat vanaf 2025 de stadsdistributie klimaatneutraal is. En ook met vervoer dat weinig ruimte inneemt. Dus kleinere vrachtwagentjes bijvoorbeeld. Of door heel slim verschillende producten te koppelen, zodat je maar één keer de stad hoeft te rijden in plaats van 3, 4, 5 keer. Sinds kort wordt het bedrijfsafval van dit restaurant ook milieuvriendelijk opgehaald. We hier bijvoorbeeld plastic, restafval en een oud pierton achterin. De reacties zijn eigenlijk zeer positief. Als je kijkt naar Leiden, word je eigenlijk telkens aangesproken door mensen. Van, joh, wat ben je aan het doen? Maar je merkt ook dat de ondernemers het heel fijn vinden. Dat ze gewoon iedere dag dat afval kwijt kunnen. En dat ze een stukje duurzamer bezig kunnen zijn. Toch is het de vraag of de ambities van het stadsbestuur haalbaar zijn. Leiden probeert namelijk al 30 jaar om een vorm van stadsdistributie op te zetten. Tot nu toe zonder veel succes. Ik geloof erin dat een efficiënte en schone stadsdistributie nu gaat lukken. Omdat je ziet dat de ontwikkelingen in de markt gewoon nu heel snel gaan. Het elektrisch vervoer is echt doorgebroken. Als gemeente elektrificeren we ook ons eigen wagenpark nu. Veegwagentjes, vrachtwagens. De technologische ontwikkelingen gaan heel snel. Dus daarom geloof ik dat het nu gaat lukken. En je ziet ook echt dat de markt nu ook echt mee wil. Dus het is de tijd voor schoon vervoer.